Bewoners van de Weijert doen nog een ultieme poging om een sporthal in de wijk te redden. De gemeente Groningen gaat een nieuwe sporthal bouwen op het Europapark en daarom wordt die in de Weijert gesloopt. Die maakt plaats voor een multifunctioneel centrum met daarin slechts twee kleine speelhallen. En dat is niet voldoende voor de bewoners. De sporthal de Weijert is wel een sporthal die behoort bij de oude Pelikaan. Het is een monumentaal monument en dat is belangrijk. En waarom moet dat ook weg? Afbreken heeft geen zin. Want alles moet herbouwd worden, moet allemaal nieuw. Maar hier zit zoveel ruimte in. Al die jaren dat ik hier heb gewoond, is het altijd leuk gebruikt. Ja? Kinderen die waren daar, spelletjes, er werden bruiloft met partijen gehouden. En nu gebeurt er niks meer, want mensen worden weggejaagd. En waarom? Voor de moderne tijd. Ja, er moeten allemaal nieuwe zalen komen, het moet kleiner, maar allemaal veel duurder. En ik vind dat het niet nodig is. Een van de redenen is dat de renovatie te duur is. Volgens de bewoners komt dit omdat er te weinig aan achterstallig onderhoud is gedaan. U ziet zelf allemaal hoe verloederd het allemaal is. Het wordt niet eens schoongemaakt. Dat is al aan de buitenkant. Dan is het toch logisch dat men denkt, ach ja, dat moet maar weg. Maar de inhoud, en daar gaat het om, de inhoud is voor de bewoners. En als men dat allemaal goed geregeld hebt, dan hoor je de bewoners ook niet klagen. Maar waarom moet het weg en wat komt er voor in de plaats? En waar moeten die mensen naartoe die er altijd naartoe gingen met de kleine clubjes en alles? Want die worden geweerd bij de grote gebouwen, maar dat mag niet. En dat vind ik dus belangrijk voor de kleine man, dat dat blijft. En ook voor de kinderen, maar ook voor andere dingen wat er georganiseerd was. En de oplossing is gewoon een nieuwe sporthal met de vloer, want de vloer is gewoon goed. En dat de gemeente met ons en met ons deskundige Jan Koerts om tafel gaat. En raadsleden, alsjeblieft, ga nou eens ook daadwerkelijk je werk doen. En laat ons de Weijert niet in de steek. Dat is wat wij willen. Wij willen een gezamenlijke oplossing hebben. Maar de goede oplossing is het MFA met het sporthal de Weijert. De kans dat de sporthal in de Weijert behouden blijft is klein, want de gemeente heeft al besloten tot sloop en tot nieuwbouw op het Europapark.